Wethouder Schuurman, we staan vandaag hier op de Oudersvrucht voor het Turfhuis, de Brede Schoom en Moordrecht. En u hebt de kinderen geholpen met een actie voor Veilig Verkeer in Nederland, afdeling Zuidplas. Wat heeft u gedaan? Klopt, ja, de scholen zijn weer begonnen, onmiskenbaar. Ieder jaar vragen we opnieuw aandacht voor eigenlijk de veiligheid in de schoolomgeving. En dat hebben we dit jaar opnieuw gedaan. En wat vond u vandaag het meest opvallende? Het meest opvallend vond ik hoeveel kinderen en ouders hier in Moordrecht op de fiets of lopend naar school komen. Dat is echt wel heel goed, want je merkt dat dat heel veel rust geeft in zo'n schoolomgeving. Zodra er veel auto's bij komen, dan wordt het al heel snel toch een beetje gevaarlijk. Dus eigenlijk bent u een hele tevreden wethouder vandaag? Ik heb vandaag heel veel goede dingen gezien en volgens mij zijn er ook heel veel groene kaarten uitgedeeld. Dus dat is heel mooi. Ja. U zegt groene kaarten, wat zijn dat? Voor de kaarten is eigenlijk een compliment, een duim, om naar de ouders te laten weten dat ze het goed hebben gedaan. En zijn er ook veel gele kaarten uitgedeeld of viel dat mee? Er zijn zeker ook gele kaarten uitgedeeld en dan merk je toch vooral dat het gaat om het parkeren. Het is zeker in de laatste minuten voordat de school begint heel druk en dan is het... Ja, soms zoeken naar een parkeerplekje. Wel heel belangrijk om dan gewoon echt in de vakken te parkeren en niet zomaar ergens langs de weg of op het gras. Nee.